Goedemorgen Ajaxiden. Het is een zonnige dag en wij staan hier op de toekomst voor de laatste training voorafgaand aan de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Het is de vierde bekerfinale die Ajax speelt in de laatste 5 jaar. En morgen zullen we er alles aan moeten doen om te winnen in de Kuip. Maar eerst trainen. Push up.
Ajax heeft de meeste bekerfinales gespeeld met 27 stuks en met 20 keer ook het vaakst gewonnen. PSV won hem 10 keer. We hebben dit bekerseizoen nog geen één keer thuis gespeeld. De Magic of the Cup heeft ons langs Den Bosch, De Graafschap, Twente en Feyenoord gebracht. En morgen gaan we weer terug naar de Kuip. 7 spelers die wellicht vandaag hun debuut maken. La verdad que muy feliz por haber jugado mi primer partido aquí. Realmente al principio me sentía un poco con esas ganitas de empezar el partido. Sensau terugleggen, dan Taylor, tot de schot komt hij niet. En dan is de strafschop, de bal op de stip. Buitenkansje voor Ajax vanaf 11 meter. Tadić, Tadić, en die jaagt er wel overtuigend binnen. Taylor, een droge knal en de droge knal is goed voor de 2-0. En dat is Olivier Aartsen en hij maakt zijn debuut. Alleen maar heel blij en vrolijk en ja, heel goed gevoel. Het Ajax 1 debuut van deze Jorro Hato, 16 jaar jong. Niemand kan deze meer van me afnemen, dus ik ben er gewoon blij mee dat het zo snel is gebeurd. Ajax wint deze wedstrijd. Heel veel te beleven op deze kletsnatte woensdagavond. Het is een heerlijke bekerweek met vandaag de laatste 2 wedstrijden in de 8e finales van de Toto KNVB beker. FC Twente tegen Ajax. Zo richt je je eigenlijk op wedstrijden van jonge Ajax en zo sta je ineens voor het eerste elftal. De eerste echte test onder John Heitinga. De 8e finale van de Toto KNVB-beker. Ajax in de 16 en wordt het ook gevaarlijk? Ja, hier moet die treffer komen en die is daar. Een geweldige opsteker voor Heitinga. Dit is uit bij Twente. Daar wint niemand, maar Ajax wel. Ajax wint met 1-0. Een beker verder. And we could see today, even though we didn't play our best football, and we still stick together and then we took care of our chance. So, so it was good. Prachtig affiche in Doetinchem in de kwartfinale van de Toto KNVB beker. Wij zitten in een situatie in de competitie dat zelfs een gelijkspel is een verliespartij. Zolang we niet bovenaan staan, moet je winnen. Ik kan ook heel slecht tegen mijn verliezers. Wij moeten ook naar de volgende ronde. Dit is waar De Graafschap uiteindelijk weer naartoe wil. Niet meer jong Ajax, maar Ajax op bezoek op de Vijverberg. Robbie, vlag blijft omlaag. De voorzet komt aan en zit erin. Sanchez maakt hem heel fraai af. Bergwijn krijgt zijn ruimte, vindt het doel. Prachtige treffer van Steven Bergwijn. Eentje waar hij echt aan toe was. Opgelucht, blij. Zeker weten, allebei. Oh, Hille levert zomaar in. Brobby en dan is het klaar, is het 3-0 voor Ajax. Ajax wint, eenvoudig. Het is de kortste weg naar een prijs en daarom is deze gewoon heel belangrijk. Een bijzonder goedenavond, hartelijk welkom vanuit Rotterdam, vanuit de Kuip. Dat is een prachtig affiche, weet je, als je hier kan spelen. En uiteindelijk is maar één ding belangrijk, we willen naar de finale. De extra editie van de grootste wedstrijd in het Nederlandse voetbal. Voor een plek in de finale. Geen wedstrijd voor Sanchez. De 3 ploeggenoten voor het doel. Ook voor Tadić. Oh, dan lopen ze elkaar in de weg en dan is het raak. Tadić krijgt de bal cadeau. Berghuis, Tadić, Bergwijn, mooi meegegeven. Goed meegenomen, maar niet afgemaakt. Kan Tadić alsnog. En dat is een geweldige redding van Welleroyte, maar dan zit hij alsnog. En scoort Klaas en Ajax leidt voor de 2e keer in de Kuip. Het is afgelopen. Ajax plaatst zich voor de bekerfinale. En treft daarin dus weer PSV. Halve finales tegen Feyenoord staat dan ook druk en het is niet ons beste seizoen. Dus wij komen hier terug en we willen hier die beker gaan pakken. En zoals gebruikelijk, voorafgaand aan de bekerfinale, was er ook een persco gisteren. En hier is wat onze captain Dusan Tadić en onze trainer John Heitinga te zeggen hadden. Kijk, alle bekerfinales, dat zijn hele speciale wedstrijden. En dat zal je ook op de dag zelf, dat zullen de jongens ook ervaren. Dat zijn hele bijzondere momenten. En daarvoor is een bekerfinale en uiteindelijk de beker is ook gewoon in mijn ogen altijd een hoofdprijs. En dat geeft recht op Europees voetbal, maar het is een hoofdprijs. En je ziet de route die we gehad hebben daar naartoe. We hebben een aantal pittige duels voor moeten spelen. En we wilden die finale halen, we staan er.
Dus wij moeten ons heel goed presenteren om uiteindelijk als winnaar van het veld te stappen. Zondag, het verschil is dat Edson Alvarez er wel bij is nu. Hoe zie jij die rol? Wat zijn inbreng is? Yeah, exactly. He's very important for player for us, giving us a lot of character, mentality. Also with the head, he's very strong, and also a lot in communication and everything. Definitely, he's one of the leader who was also last couple of years playing here. This is what we need. We miss him definitely last game, and I'm sure that he will be on his best and that he will help us a lot Sunday. Dat was hem dan, de laatste training. De sfeer zat er goed in, de kopjes zien er goed uit. En morgen wil iedereen hier revanche nemen op PSV. Want onze captain die zei het al, morgen staat er een prijs op het spel. En die zullen we hoe dan ook moeten winnen.